Voor het programma Bedrijf in Beeld sta ik in Oosterwolde bij theeschenkerij Boerengoed. Theeschenkerij Boerengoed is in de hele omgeving bekend om de vele activiteiten die ze verrichten. Je kunt een kop thee drinken, maar er zijn knapzakroutes, wandelroutes, echt van alles. Wat er precies is, gaan we nu even vragen aan Gea van Dorp, de eigenaresse van deze mooie theeschenkerij. In England, Indonesia, in Holland and in China. And all these people drink it in their own and special way. Black, white, green, oolong, it is all up to you to say. Tea, 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 everybody loves tea, 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 because tea is tasty. Ik ga even kijken of ik Gea ergens kan vinden. Even in de piepelwagen kijken. Zie iemand in de piepelwagen? Hallo! Hey, hallo. Ik zoek Gea, maar je bent Gea niet. Nee, ik ben Nia van Loco en we komen hier opnames maken. Wie ben jij? Ik ben Nia, ja. Ah, dezelfde naam, oh, dat is leuk, dezelfde naam als mij. Ik kom hier niet vaak tegen, maar is Gea er ook? Ja, ik werk hier 2 dagen in de week en ik denk dat Gea binnen is, dus... Kun je dat even laten zien? Ja, tuurlijk, is geen probleem. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, is goed. Everybody loves tea, 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 because tea is tasty. It's good for you and me. Tea, 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 tea. Who doesn't love a cup of tea? Gea? Ja. Nia en Henk van der Loken zijn hier. Gea, ik ben normaal van de koffie, maar theeschenkerij, dus ik wil wel een van jouw beroemde theetjes proeven. Ja, leuk, gezellig. Ja. Gaan we doen. Ga ik voor je maken. Waar gaat je voorkeur naar uit? Groen. Groen? Ja. Heb ik een hele lekkere voor je. Ja, mogen we even meelopen? Everybody loves tea, 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 because tea is tasty. It's good for you and me. Tea, 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 who doesn't love a cup of tea? I'll leave the tea to me. Have a good and a drink tea. Het is heel gedoe, Gea, hè? Ik wil... Nou, dat valt wel mee niet, ja. Het is even een handeling, ja. Maar je zult merken dat het heel snel went. En, is het niet makkelijker voor jou gewoon even een zakje op en neer en dan... Nee, dat is geen thee, hè? Dat is geen thee. Voor ons niet. Nou, Nia, je houdt van groene thee, zeg. Ja. Heb ik hier een heerlijke thee voor jou. De glimlach van de boerin. Alleen de naam al, hè? De glimlach van de boerin. Ja, daar word je toch blij van? Ik was hartstikke blij van de glimlach van de boerin. Ja. Je hebt ook een kus van de boer, hè? Ik heb ook een kus van de boer. Heb je die liever? Je kan nog... Geweten vraag. Nee, doe maar gewoon een glimlach van de boer in. Je gooit de thee niet in de pot? Nee, dat mag je zelf doen. Oh. Tenminste, het is wat je zelf prettig vindt. Oké. Okay. Gea, je legt de thee hier neer, maar moet die niet in de pot? Dat kan. Het is net wat je zelf lekker vindt. De meeste mensen die hier thee komen drinken, die doen gewoon de thee in het zeefje en gieten daar water op. Maar je kan het natuurlijk ook in de pot doen. Dan heeft de thee meer ruimte en kan het goed trekken. En dat is wel heel erg lekker ook natuurlijk. Maar het wordt wel iets sterker dan. Kijk, met deze kan je natuurlijk op een gegeven moment die uit je kopje halen. Maar blijft hij niet doortrekken. Ja, dan blijft hij lekker langer vers. Ook als je weer bijgiet. Hè? Ja, er zit wel meer in als één voor één kommetje. Ja, inderdaad. In de pot zitten sowieso altijd 2 kopjes thee. 2 kopjes thee. Nou, precies genoeg hè, voor jou en mij. Vind dus, ik ook. Lekker. Ja, of niet? Hoe ben jij hier terechtgekomen? Ik weet dat je heel... dat je hier kwam wonen. Jullie hadden eerst een pompstation. Hoe ben je in vredesnaam op het idee gekomen om een theeschenkerij te beginnen? Ja, dat is eigenlijk... ik had altijd al een wens om iets voor mezelf te gaan beginnen. Er was altijd een winkeltje, iets met woonaccessoires of met iets in dat soort... in dat sfeertje. Maar toen wij hier, toen wij dit kochten, toen had ik wel zoiets gelijk al, hier kan ik iets mee. Alleen wat, dat wist ik nog niet zo goed. En ik twijfelde een beetje tussen een bed and breakfast of een theetuin. Maar zeker weten wist ik het niet. Tot ik op een zondagmiddag in de tuin zat, was heel mooi weer. En ik zag al die fietsers langskomen. En toen ben ik eens een uurtje gaan turven. En toen kwam ik op 76 fietsers. En toen denk ik, ja, hier
hier kan ik wel wat mee doen. En zo is het idee ontstaan voor een theetuin. Ik ga voor jou een lekker kopje thee inschenken. Het is echt heel licht, hè, deze? Groene thee is heel licht, inderdaad. Dan moet je niet denken dat Gea slootwater zet. Dat is gewoon groene thee. Witte thee is hetzelfde. Het blijft ook licht van kleur. Dan heb je dus het idee theoretisch heb je al wat in je hoofd, maar ja, de praktijk. Ja, dan de uitvoering inderdaad. Ja, maar hoe ga je dat aanpakken? Nou, eerst had ik bedacht om het maar gewoon vanuit huis te proberen en 6 weken lang. Gewoon vanuit mijn eigen keuken met het Senseo-apparaatje en een waterkokertje. En dan, want ja, weet je, ik heb zelf al het idee, ik vind het leuk, maar vinden mensen het leuk? Durven die bij jou de dam op te komen? Dus dat zijn we eerst eens gaan proberen. En bord aan de weg, theetuin. En de koffie is klaar, thee en koffie is klaar. En binnen een kwartier hadden we onze eerste gasten. Maar wat dacht je op dat moment dat de gasten kwamen? Want dan moet je dus met je Senseo aan de gang. Ja, nou eigenlijk helemaal verbaasd van. We hadden op alles, aan alles gedacht, behalve het moment dat de gasten kwamen. En we waren helemaal zo van, een beetje flabbergast. Oké, en nu? Wat moeten we nu? Dus dat was even een bijzonder moment. Maar we herpakten ons snel en zijn de gasten gaan bedienen. We hadden nog een oude koeienstal hier staan, waar we toch niets meer deden. En die hebben we dat winter, in de aankomende winter, hebben we die toen verbouwd. En toen zijn we in maart open gegaan. Hoe lang is dat geleden? Dat is inmiddels 9 jaar geleden. 9 jaar geleden. Ja. Nu ben je dus 9 jaar verder en het is echt een bloeiend bedrijf geworden, hè? Ja, inderdaad. Ja, ik heb wel altijd gezegd, geef me 5 jaar. Want je zit natuurlijk wel een beetje achteraf. Je zit niet in het centrum van een stad. Dus het heeft wat langere aanloop nodig. En, maar het is inderdaad, als ik nu na 9 jaar zijn we gewoon toch wel een beetje al een bekendheid geworden in de omgeving. Een begrip hier in de buurt. Dat bedoel ik eigenlijk inderdaad. Ja, ik wil zeggen, als je over boerengoed hebt, wat maakt boerengoed zo bijzonder? Boerengoed maakt zo bijzonder dat het natuurlijk heel landelijk is. Dat is wel typisch boerengoed. We hebben een heel eigen sfeertje wat je niet zo gauw ergens anders vindt. Zoals het rood-wit geblokt behang. Het is wel heftig, maar ja, hier past het natuurlijk wel heel erg leuk. En het roze-rood, ja, dat is wel typisch boerengoed. En de leuke arrangementen die we hebben natuurlijk. Maar je hebt volgens mij nog veel meer. Ik las iets over wandelknap. Knap wandelen. Nee, zeg maar. Knapzak wandelroute, de boerenfietspicknick. Ja. We hebben de boerenwellness. Nu is het allemaal rood-wit, maar dit is nog niet zo lang, hè, hoe je nu hier hebt. Dat klopt. Dit hebben we nog maar vanaf begin van dit seizoen. We zijn in januari zijn de bouwvakkers erin gegaan. En die zijn helemaal losgegaan. Die hebben de muur doorgebroken. Waarom? Was dat nodig? Ja, inderdaad. We waren gewoon letterlijk uit ons jasje gegroeid. We moesten te vaak nee verkopen en mensen teleurstellen als ze hier vooral op zaterdag een boeking wouden doen. En dat vonden we gewoon wel een beetje vervelend. Toen hebben we besloten om gewoon een stukje erbij aan te betrekken, zodat we gewoon wat meer gasten kunnen ontvangen. Ja, maar het is natuurlijk heel moeilijk. Je bent in Nederland, je hebt een fantastisch grote tuin, maar volgens mij moet je altijd rekening mee houden wat er binnen kan, of niet? Bij elke boeking die we aannemen houden we er rekening mee dat er mensen binnen moeten zitten. Al vallen de mussen dood van dak, we gaan er altijd vanuit dat er een stortbui komt. Vandaar dat we ook op zaterdag vaak volgeboekt zijn, ondanks dat mensen dan hier komen en denken, nou, de tuin zit helemaal niet vol. Maar dat is de achterliggende gedachte. Ja, en heb je over groepen? Hoeveel mensen nemen jullie aan tot het maximum qua groepen? Ja, tussen de 20 en 25. Dat is voor ons wel het max. We willen het zelf wel leuk houden. En dat het ook voor onszelf te overzien is. En dat we het zelf leuk vinden. En dat we er 's nachts niet wakker van gaan. Ja. Ik zie hier allerlei zeefjes. Ja, dat klopt. Dat is heel makkelijker dan wat ik net zei, hè? Ja, inderdaad. Kijk, sommige mensen lijkt het heel moeilijk om losse thee te zetten, maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Je hebt allerlei toebehoren, zoals een theelepel. Kijk, dit is de theelepel. Theelepel? Ja, de theelepel noemen we dit. En dit is eigenlijk heel handig. Je haalt dit zo door je thee heen, klikt hem dicht en hangt hem in je kop of in je potje. En je laat het dan even trekken en dan haal je hem eruit. En je kan hem heel makkelijk weer schoonmaken. Je kan in de vaat wassen dus. Het is ideaal. Je kan op verschillende manieren je thee zetten. Een eitje om thee te zetten. Het is een eitje. We zitten nu op de veranda. Op de schommelstoel, moet ik even goed zeggen. Schommelbank. Schommelbank. Oh ja, we zitten met z'n tweeën. Ja. Ja, heel uniek nou dit, hè? Ja, dit is heel bijzonder. Ja, dit is heel bijzonder. Maar wat een uitzicht. Ja. Ja. Ja, dat uitzicht, dat krijg je hier gratis bij, inderdaad. Ja. Dat is natuurlijk heel uniek. Het kerkje zo
in je achtertuin. Dat, dit mensen... is echt zen, hè? Dit is echt heel ontspannen. Ja, dit is heel ontspannen. En dan een pot thee erbij. Ja, je ziet mensen meestal ook onthaasten hier. En dit is ook wel een heel erg geliefd plekje. Ja, ik wil hier even een uur interviewen. Ja, met, inderdaad. Dat snap ik wel, ja. Ja, weet je wat ik ook zo bijzonder bij jullie vind? Als je hier in de theetuin zit en je hebt een kop thee... dat jullie niet continu komen vragen van... wilt u nog iets drinken? Jullie laten de mensen gewoon zitten. En als ze wat nodig hebben... Ja, daar hebben jullie een mooi foefje voor, hè? Met als ze nog thee willen. Ja, inderdaad. Als mensen hier met een high tea hebben geboekt... of een high brunch... dan krijgen ze een pot water op tafel. En wij willen de klanten eigenlijk zoveel mogelijk met rust laten... want ze komen lekker gezellig kletsen met elkaar. En wij vinden het vervelend om elke keer aan tafel te komen... en te storen van als er nog weer nieuw water moet komen. Dus wij zeggen altijd, als jullie nieuw water nodig hebben... draai even de deksel van de pot om. Dan zien wij vanuit de keuken dat er een nieuwe pot water moet komen. Dus de klant bepaalt wanneer wij aan tafel mogen komen en wij niet. En nu zitten we hier lekker, maar je had over boerenminigolf. Ja, we hebben boerenminigolf. Kom niet, ja. Ja, dat gaan we even doen. Ja. Nou ja, waar we nu staan. Gea, hoe heb je dit verzonnen? Wat nou, is het precies? Ik zag het ooit eens een keer in een blad staan. En dat vond ik zo leuk. Dat was eigenlijk voor kinderen bedoeld. En te denken, oh, maar dat is ook wel heel erg leuk om hier. Gewoon mensen die willen soms even gewoon actief zijn, maar niet te veel. En dus hebben we gewoon een soort minigolf gemaakt, maar dan letterlijk een minigolf. Het is maar 6 holes. En het is gewoon even voor de fun, zeg maar. En normaal heb je een midget golf, dan heb je een club. Maar in ons geval krijg je dus een klomp. Ja. En daar ga je het spel mee spelen. Dit is hole 1. Ik ben er absoluut niet goed in, maar ik zal het proberen. Je legt het balletje hiervoor. Want... Ja. Ja, bijna. Ja, 2 keer. 2 keer. Dat betekent dus 2 punten. Nou, Nia, ik vind het wel een leuk idee dat jij het eens probeert. Je pakt het klompje, het balletje en je probeert hem door de boogjes te zetten. Ja, en dan moet ik in 1 keer. Jij hebt dat kleine huisje daar waar je eigenlijk in 1 keer... Ja, tuurlijk, en dan mag uiteraard. Ik hem hier. Nou, het lukte mij ook niet, hè. Nou, Nia, succes, meid. Nou, echt? Gea, ik kwam hier net aanlopen. Toen stond iemand van je personeel, ook een Nia, die stond in het keetje. Ja. Kunnen we daar even naar binnen? Ja, tuurlijk. Kom mee. Nee, maar dat zij... Ja, ze is weg. Ze is weg, ja. Ik denk dat ze even moet plassen. Je doet niet alleen high teas, maar je doet ook workshops hier. Ja, dat klopt. We doen ook workshops en dat doen we in samenwerking met Crea Jetje. Zij verzorgt de workshops. En meestal gebeuren de workshops hier in dit keetje. En dan zitten mensen gewoon lekker gezellig bij elkaar. En dan kunnen ze hier lekker vreubelen en knutselen. En dan na die tijd is het meestal een high tea. En dat kan dan bij ons in de theeschenkerij. Maar dat kan ook in de piepelwagen inderdaad. Of het keetje van Geetje, zoals wij hem noemen. Nou, Gea, we hebben van alles gezien. Ja. Ik hoop dat het weer wat beter wordt. Ja, ongetwijfeld dat het hier dan ook in de theetuin drukker wordt. Binnen kun je absoluut lekker zitten. Open haard is vaak aan. Ja. Bedankt voor je rondleiding. Ik wens je heel veel succes en vast tot ziens. Ja, leuk, gezellig. Altijd welkom.